Vlaams minister van Energie Bart Tommelijn ruilt zijn elektrische Tesla binnen enkele maanden voor een hybride Volvo. Volgens Tommelijn is volledig elektrisch rijden ideaal, maar het is niet haalbaar voor iemand die soms 4 tot 5 uur per dag in de wagen zit. Dat zei hij maandag in de marge van het autosalon in Brussel. Tommelijn rijdt sinds zijn aantreden als Vlaams minister met een Tesla. Een auto die nog door zijn voorgangster, Annemie Turtelboom, was besteld. Volgens Tommelijn is die wagen ideaal om van Oostende naar Brussel en terug te rijden, maar vaak heeft hij afspraken over het hele land en dan is de range te klein. De Open VLD'er kiest daarom voor een plug-in hybride, een Volvo S90. Die past beter bij zijn dagelijkse bezigheden. Hybride wagens zijn volgens Tommelijn een heel goede overgang naar volledig elektrisch rijden. Hij kiest als minister ook bewust voor Volvo, een bedrijf dat in Vlaanderen assembleert. Heel goed.